Wie er woont is goed te spreken over het gevoel van veiligheid. De buurt geeft hun katendrecht een dikke, vette 9. Ja, ik voel me nu veiliger dan daarvoor. Ongeveer een paar jaren terug. Je kan overal lopen waar je wil. En iedereen die helpt elkaar, dus kapjes weer terug. Aan het Dedyplein hebben ze wel een verklaring voor die hoge score. Hier zijn de laatste kroegen vervangen door eigentijdse winkels en duurdere horeca. De sociale controle is vrij groot, dus ik weet wie hierboven. Weet je, we kennen elkaar, als de ondernemers onderling zijn ook vrij close. En er is bijzonder veel reuring met de komst van de brug van de Kop van Zuid. Merken jullie dat al? Jawel, zeker. De bewonersorganisatie houdt een slag om de arm. Die 9 is mooi, maar is het op de langere termijn ook goed voor de Kaap? Dan krijg je ook de situatie dat politiek en ambtenaren en diensten zich omdraaien. Zo van, oh, Katerrecht is nu veilig. We laten alles los in de wijk. Ja, en dat merken we ook. Kinderwerk is opgeheven in de wijk. Het jongerencentrum is sinds kort gesloten. Jongerenwerk is weggetrokken. Opbouwwerk hebben we bijna niet meer. Toch zijn er volop lichtpuntjes op Katendrecht. Zelfs letterlijk en niks heeft de proef. Nou, we hebben gewoon vrolijke lampjes opgehangen. En mensen onder vrolijke lampjes gaan mensen geen rotzooi uithalen. Want dan is het gewoon leuk. Worden ze niet gesloopt? Nee. Dat doen, als je dingen kwetsbaar opstelt, dan blijven mensen er ook vanaf. Dat moet je durven. Houden we alleen nog de geboren en getogen Katendrechters over. En die hebben nog wel wat. Dat je veel buitenlanders krijgt. Juist. Alle nationaliteiten. Nou, toch een 9 op de veiligheidsindex. Ja. Ja, daarvoor zeg ik tegen je. Wie geeft die 9? Ja? Er zijn mensen. Wij niet, hè? Wij niet. Wij niet.